Hier komen we Gerrit van der Goor tegen, een bekend persoon in Ede. Gerrit, wat doe je hier zo op deze locatie? We zijn deze locatie vandaag gastheer namens het Rode Kruis. Oké, en wat is precies het doel wat jullie hier brengt als gastheer? Nou ja, we zijn als gastheer worden we ingezet om mensen zeg maar eigenlijk te vragen naar een medisch dossier, of in ieder geval een medische verklaring, om te kijken of ze alles op nee ingevuld hebben. Zit er een jaartje bij, dan moeten we selecteren, want dan gaan ze naar de arts. Oké, ja. En gewoon ook voor de algemene controle hier aanwezig? Ja, algemene controle, zeker bij de ingang en zo. Willen ze ondersteuning verlenen en helpen ze even. Dat is toch weer mooi van het Rode Kruis, want ze zijn landelijk natuurlijk ook heel druk met vaccinaties. Ja, klopt. Ja. Kan je daar ook iets over vertellen of is dat lastig? Nou, ik weet dat we landelijk behoorlijk aan de weg staan te timmeren met alle diensten die met corona te maken hebben om daar ondersteuning te verlenen. En dat gaat van zorginstellingen die alle mensen in de corona hebben zitten, dus ziek zijn, tot uiteindelijk situaties waar je hier waar je geen enkel risico draagt. Dus we zitten echt ook mensen die van Rode Kruis vrijwilligers die in de code rood, of in ieder geval in de actie zijn bij zorginstellingen die in de problemen zitten.